Nee. Met boter zeker. Suzy, zijn dat het was? Ja, dat is het helemaal. Oh,
那我们就是说，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 我们就是说
Wereldlijke figuren die aan het dansen zijn, acrobaten, leeuwen, vrolijke figuren die naar hem reiken, het is echt heel mooi gedaan. En ook al de hallootjes rond de Boeddha zijn met bladgoud bedekt. Dus de... Bladgoud, hè, dat hier. Iedere keer dat is bladgoud. Hij is Manjushri, de bodhisattva van de wijsheid, die hier komt om onwetendheid te vernietigen. En misschien, Keith, een interessante bodhisattva voor u, want dat is degene die de studenten ook laat slagen in al hun examens. Ik weet niet of dat er hier mensen zijn met kinderen of andere met tweede zit. Ja, dan is het hier het moment om een keer een klein gebedje te zeggen voor deze middelste figuur. De leeuwen, die kennen we al, die kunnen we identificeren als rijdieren of gezellen van Manjushri. Daardoor weten we dat dat Manjushri is. Als ogen op de Pushpana tempel in Nepal, in Kathmandu. Ja, ik ben de reus met de slanke leven. Dat is zo'n grote witte doom. Ja. En dan staan daar zo'n grote ogen op. Ja. En zo een Ushnisha. Ja, en dan zo in het midden. En dat is een heel typische andere gezichtsuitdrukking en trekken dan dat tot nu toe gewoon zijn. Kijk ook hier, hè. Het is zelfs grappig te noemen. Ja, we zijn in Bagan geweest zijn en daar de muurschildering gezien hebben, hebben we diezelfde gelaatstrekken ongelooflijk gelijkend, zeker en vast ook gemaakt. Maar daar is dus nog nooit een vergelijkende studie gebeurd. Dus hoe is die trek van die monniken juist gegaan? Of wat hebben zij precies allemaal meegenomen? Hoe hebben zij, wat dat ze van bij hun thuis kwamen, in geïntegreerd in het land waar dat ze dan terecht gekomen zijn? En hier hebben we weer de via het licht dat van in het gat van het dak, als ik dat zo mag noemen, naar binnen kwam. En pas dan werd dat middelste beeld bijgezet. Schoon.
was ook niet de bedoeling dat dat eigenlijk als pronkstuk zou gezien worden. Het was gewoon de bedoeling dat dat een teken van devotie zou zijn. En devotie moet je niet tentoonspreiden, devotie moet je gewoon zijn. Mm. En hier staat een van de vormen van Manjushri, namelijk met een zwaard in zijn hand. En dat dient voor het vernietigen van onwetendheid. Dan heb je daar ook nog allerlei mythische dieren. Ah ja. Zoals bijvoorbeeld daar van boven, soms heel naïef voorgesteld, een manvogel die wij eerder kennen als Garuda. Maar die hier een Kimnara is. Een Kimnara, een vogelman. En die ook eigenlijk uit het Hindoeïsme is overgenomen. Het is heel beeldelijk. En het doet zelfs eigenlijk voor een deel denken, voor mensen die al in Zuid-India geweest zijn, aan de overvloed en rococo en veelkleurige toestanden van de Zuid-Indiaanse tempels. Ja, komt er weer.